Karin, denkt er es intuitiv schneller? Wo holt sich die Intuition von da? Ist das bei dich selbst? Oder kommen Menschen nötig und vertellen dich das? Wo kommen die Ideen, für was auf die Schellerie kommt? Wo kommt das von da? In erster Instanz kommt es von mich selbst. Wenn ich einen Auftrag kriege, für eine Schellerei zu machen, dann stelle ich mich ein bisschen ein auf die Person. Und dann frage ich, was er leuk vindt, welke kleuren dat er mooi vindt. Ich ga even een gesprekje met hem. Het hoeft niet lang te zijn. Het kan 5 minuutjes zijn, het kan een stond zijn, het ligt er al wat. En dan zet ik mich voor het schilderij, voor een leeg doek. En dan pak ik die kleuren wat de persoon mich door had gegeven wat er mooi vindt. Mm-hmm. Dan vraag ik 3 kleuren. En dan laat ik de penseel zijn werk doen. Is dat dan maar een vrolijk item of kan dat wisselen? Is dat... Het kan wisselen. Het kan wisselen. Ja, kan ook het heel ernstig zien? Ja, het kan ook een beetje confronterend zien. Het kan heftig zien qua kleuren, qua... Oei. Nou, wie moet ik zeggen? Laatst had ik een donderwolk gemaakt en... Een flitsen. Mm-hmm. En bij iemand anders maak ik bijvoorbeeld druppels van tranen ergens heel in verweven. En dat had een betekenis voor dat persoon. Ik weet dat op dat moment niet. Ik maak dat gewoon. En wanneer de persoon dan nog het schilderij ziet, dan is er een bepaalde herkenning. Mm-hmm. Maar als je nu een ganz ernstig verhaal hebt, huurt van iemand. Bepaalt zich dan ook zelf een stukje de kleuren? Of geest het, wenn de persoon zegt rood en blauw, mag zich daar paars van? Ja, soms wel. En soms kunt er nog wel iets anders erbij. Ja. Wenn ik echt voel van, nou, ik heb alleen maar rood, wit en goud. Ja. En dan, wenn ik dat voel, ah, daar ken ik even niks mee, dan doe ik een andere kleur erbij. Niet overheersend, maar ergens een detailtje. En dan spaart er toch de roe kleur bijvoorbeeld, wat Inge mooi vindt, spaart er rood en dan kan ik ruig zwaar bij doen. Of heel de basis blijft de kleuren wat de persoon genoemd heeft. Ja, precies. Maar het kan inderdaad soms een mengeling zien of wanneer je het gevoel van ah, dat klopt het niet, het voelt niet lekker, dan maak ik er gewoon een andere kleur bij. Mm-hmm. Ja. En meestal is dat niet sturend. Nee. Dat gaat wel meestal goed. Ja. Karin, mag ik eens testen wie zich dat is, of dat werkt? Ja, dat mag. Dat ja, mag. Ik ben een paar weken geleden, ben ik kort op vakantie geweest. Mm-hmm. En na 2 dagen had ik 's nachts geen diarree. Mm-hmm. Kom ik 's morgens in het hotel bij beide onder en die vrouw van het hotel vroeg van en wie is het, wie heb ze geslapen? Zeg ik, ja, goed, hij heeft alleen een paar keer naar de wc moeten rennen. En ik ga me aan de ontbijttafel zitten en dan een keer komt die vrouw in het hotel naar me. En ik heb even met de huisarts gebeld, zegt ze. Gang er even heen. Dan kijkt hij even met de diarree enzovoort en geeft hij het ervoor. Dan stinkt al alles zoiets verder. En de dokter wat er zo, dan zei tegen me van, laten we maar gauw infuus aanleggen. Het bleek toen dat ik een pneumokokkenbacterie ergens van iemand opgevangen had in de loog. Ja, en die had een, behalve dat ik een longontsteking had al, had die ook nog bloedvergiftiging. Als ze nu niet naar de huisarts was gegaan, dan had ik waarschijnlijk ergens van zijn wandelen was gegaan, levenloos naar buiten ergens gevonden. Dat is niet te geloven, dat is erg heftig. Ja. Rieke, dus du vertelst mich dat nu. Ja. Ik pak gewoon een paar kleuren die in mij opkomen, maar het is een... is best een heftig verhaal. Het is natuurlijk een heel klein verhaal van dich. Wie voelt zich daarbij? Als ze zich uit van, nou, dat mag je wel of dat mag je niet van die gevoel? Of als ze zich uit van, nou, ik ben toch blij dat ik nog hier ben? Ja, achteraf. Op dat moment niet, het drong dat niet echt om je deur. Ja, maar het typische is, was je met mij nu? Nee, gewoon maar alleen, ja. Oh, waarom kreeg ik dan zo'n gevoel bij dat er nog veel meer lui bij waren? Houden nog veel meer lui de laatste vertrouwens? Wie veel lui heb ze in beweging gezet, dat ze tegen leven bleef?
Ja. He? Ja, precies. En zo weer geredeneerd kom ik op totaal 73 maanden. Ja, dat bedoel ik net. He? Wat ik in beweging gezet heb, wat ik ingezet heb, voor mij in leven te houden. Ja. Als ik al bij de aan bed had gestaan, al die lui die geven die ook die energie warm. Ja, ja. Want die zou mij meteen in de halsslagader vijf infusen ingezet. Ja, dat ze zoveel mogelijk ook kosten inbrengen. Ik vind het wel een heel speciaal verhaal, want het is eigenlijk een verhaal over leven, man. Ik ken het best. Waarom heb ze bewust dat geile gepakt? Wat geile, heb ze geile, ik vind het is vriendschap. Heel veel lui, geile vind ik, veel. Heel veel lui die om de geven, om de geen. Dat is toevallig ook mijn lievelingskleur, geile. Ja. Leuk. Terwijl we niet over kleuren gehad hebben. We hadden het niet over kleuren gehad, maar daar kun je nog geen bij, ik weet niet wat. Maar normaal, dan gaat dat natuurlijk soms heel vlot bij mij. Mm-hmm. Ik kan heel vlot gaan, maar het kan nog wegen duren voor een schillerij af. Ja. Het is niet zo van, oh, dat gaat even 10 minuten en heb ik klopt. Nee, nee. Maar het is... Waar ga je een bril op zetten, man? En dat is net het leuke aan intuïtief schilderen. Het kan binnen 5 minuten klaar zijn, maar het kan ook dat ze zich het haast, maar laat het even liggen. Ja. En misschien kunt het wel gaan. Mm-hmm. En als niks komt? Dan waardig. Want dat kunt allemaal gaan. Ook al is het niet nu, dan is het morgen. En dat moest ze niet dwingen. Nee, nee. Had ik wel eens geprobeerd. En maar dat lukt niet dan. En die is helemaal goed. Ga maar gedangen doen, ga maar koken of ga maar wandelen. Ja, ja. Want dan werd het niks. En dan krijg je dan bij het wandelen of bij het koken, dan komt ook de ideeën op. Daar komen wel andere ideeën. En, maar ik ga mij het stel ook al heel lang van te vuren, had ik een idee. Yes. Ik ga naar 3 kleuren gepakt, oranje, roe en geel. Ja. En ik ga het gevoel dat het ook door mij bij moet blijven op het moment. Mm-hmm. Hoe durf bepaalt ze dat? Ja, dat is helemaal intuïtief. Ik pak gewoon pak ik het verf. Mm-hmm. En het hoeft ook nog niet te kloppen bij elkaar, want je kent dat je ook mengen op het doek. Mengt het zich al een beetje. Ja. En wat het werd, maakt niet zo goed. Ja. Nee, nee. Het moet spreken. Ja. En je kent het wel moeilijk doen voor schillerij, maar het moet vooral, en daar ben ik nu achter, ik moet het mooi vingen. Mm-hmm. Ja. En dat is vooral het gevoel. Ja, ja. Als ik dan zeg, ik ving het fijne dus af. Ja. Maar is het gevoel wat stik? Dan is het mooi. Ja, het gevoel wat ik erbij heb. En dan is het net alsof die energie wat ik voel, gewoon op dat doek zit. En het is soms ook heel vaak rondjes. Heel vaak, ik noem het allemaal energiebolletjes. Net alsof het wind erdoor geeft. Ja, maar geeft het leven niet ook maar in een ronde? Ja, precies. Een cirkel. Ja. Want altijd weer komen bepaalde zelfde dingen in het leven, komen maar terug. Hè? Ja. Precies. Ja, en dat is eigenlijk best het leven. Of een stuk van het leven, laat ik zo zeggen. Ja. Huh? Ja. Eigenlijk een bepaalde periode. Ja, ik heb nu gewoon... In eerste instantie de kleuren heel intuïtief gekozen. Mm-hmm. Dan kroeg ik inderdaad helemaal dat gele van... En ik kroeg ook die lui, en heel veel lui. En dat gele. Mm-hmm. De beweging, het leven, de energie wat stroomt. En wanneer ik daar zo mee tegen kallen ben... Ja, dan ga ik gewoon detailtjes aanbrengen. Kijk, nu is het natuurlijk allemaal nat op nat. Ja, nat. Ja. Maar wanneer je ziet, dan laat ik het eens drugen en dan kijk ik er daarachter nog eens erin. En dan kent ze nog met het andere kleurtjes. Ja, of het groot eroverheen is ook mooi. Ja. Dat doe ik ook heel graag. Ja. Dat ze dat detailtjes aanbrengen. Mm-hmm. Dat zou ook nog kennen hij bij. Ja, 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 maar zeker. Je bent ook een gedetailleerde persoon. Dus... Met een hartje van goud. Dus ik zou hij het lezen nog het goud in verwerken, maar dan moet het droog zien. Ja, ja, nee, oké, okay, dat is... Ja. Je maakt voor die opname, wanneer ik de volgende keer terugkom. Dat is goed. Hè? Dat is goed.
Goeie voor een goede partij. Ja. Ja, nee, maar dat is wel wat het dan compleet maakt. Hè? Dat is, ja. Kaan, wat heb ze nog eraan toegevoegd, nou, dat wat we gisteren... Ik heb de kleuren nog een beetje meer gemengd. En dus is er meer rondingen gekomen. De beweging zit er meer in. Ik heb goud aan toegevoegd. Ik heb een beetje groen goud. Is dat een beetje zo tin-achtig. Heb ik eraan toegevoegd. Dat kwam ook heel spontaan op, omdat ik die kleur zo sterk denk, ja, dat is mooi daarbij. En dan heb ik twee bloemen erbij gemaakt, het zijn edelwijze, en dat kwam ook heel spontaan op. En vooral, wie ik op een gegeven moment denk, waarom pak ik nu, denk ik nu aan edelwijze? Oh ja, volgens mij is er Jan Geer op vakantie in de bergen. Ja, dat kwam zo gevoel kwam in mij op en ja, dat huurt voor mij edelwijs bij. Dus als ze hoog genoeg is, dan komt ze die tegen. Ja, als ze hoog genoeg is. En dat is natuurlijk ook niet alleen in de berg zo, dat ze hoog genoeg moet gaan, maar ook in die ontwikkeling. Mm-hmm. In die creativiteit. Ja, en het goud? Ja, ik vind het goud allemaal een beetje... brengt voor mij allemaal geen sprankeling erin. Het past sowieso heel goed bij roe. Mm-hmm. Maar is dan een bepaalde gevoel bij gekomen dat ze zegt van dat moet dat goud bij dat geel, bij dat rood. Ja, ik heb wel het gevoel van als ik zo het maak, dan voel ik van dat is het hartje van goud. Mm-hmm. Dus voel ik toch wel of ik iemand tegenover mij ga, waar ik dat ook kan zagen. Ja. Dat het goud betekent echt. Ja. De puurheid, de eerlijkheid, het hartje van goud. Ja. Wie vond ze hem te doen tijdens het gesprek? Ik bedoel, we hebben er niet van tevoren over gehad. Mm-hmm. Dat ik dat verhaal zou vertellen. Mm-hmm. Alleen maar, ja, dat het wel leuk is om bij de opname te zien. Mm-hmm. Wist ik bezig ben. Mm-hmm. En toen kwam in één keer het verhaal. Voelt zich niet overvallen? In het begin niet. Maar wanneer ze erover eens nadenken, wel. En dat is het verschil. Dus ik ga het gewoon aangehoord. Ik ga het net helemaal binnen laten komen, want dan geeft ze er helemaal in die emotie. Ik ga het gevoeld, maar het is net alsof ze dat dan meteen eens omzetten in de verf. Mm-hmm. En het verhaal vond ik heel mooi. Achteraf gezien, wanneer ik dan erover ga nadenken over het verhaal, is het wel heftig geworden.